Een jonge vrouw uit Houthalen-Helchteren maakt stilaan naam en faam met haar zelfgemaakt speelgoed. Ze bouwt haar garage om tot schrijnwerkersatelier, maakt daar autootjes, vrachtwagens en andere spullen uit hout en zendt dat uit op YouTube. Daar heeft ze nu al meer dan 7500 vaste kijkers. Hello everyone. In this video we will be making a simple car. Let's get started. Jolien Brebels neemt een nieuwe YouTube-video op in haar schrijnwerkerij. Ze toont hoe ze een houten autootje maakt. De figuur tekent ze uit op hout en daarna gaat ze aan de slag met zaag, schuur en boormachine. Het is een uit de hand gelopen hobby. In 2015 zag ik een filmpje op YouTube van iemand die een houten vliegtuigje maakte aan een houten lepel. En ik vond het allemaal heel mooi dat je zoiets kon maken uit gewoon een blok hout. We hebben thuis ook een houtstoof. Daar stoken we het op. En toen zag ik dan van wat voor moois je er eigenlijk uit kunt maken uit hout. En zo heb ik dan een vliegtuigje gemaakt. Na het eerste eenvoudige vliegtuigje werden de figuren complexer. Een jeep bijvoorbeeld, of deze vrachtwagen waar ze 50 uur aan gewerkt heeft. Intussen kijken al 7600 mensen op YouTube mee hoe ze die maakt. Als ik begon, had ik het nooit gedacht. Ik weet nog dat ik blij was met de eerste 100 volgers, want ik zit hier in Helchteren in mijn garage. Ik doe mijn hobby en er kijken 100 mensen naar mijn hobby. Het blijft ook een hobby. Het speelgoed gaat naar familie, vrienden of kansarme kinderen. 400 stuks maakten ze intussen. Om het geheel interessant te houden voor mezelf, maak ik ook af en toe meer ingewikkelde modellen, zoals deze Volkswagenbus. Maar mijn passie waarmee het allemaal is begonnen, is eigenlijk kinderen blij maken met houten speelgoed. Mooie hobby, mooie passie, kinderen blij maken.